zitten op de Gaastunnel met tunnel. Een van de grootste landtunnels van Europa. Met 5 rijbuizen. Elke buis heeft 3 stroken. En de totale overkapping is 40 kilometer. Ja, mijn naam is Erwin Des. Boeren, beren en onderhoud op deze tunnel uit. Ik heb ook veel contact vanuit de klant over de prestatie van de tunnel. En alle onderhoudsverwachtingen stem ik af met de servicepartijen. Het inplannen. En ik vertaal ook de ad hoc behoeften naar onze servicepartijen. Wij proberen zo dicht mogelijk bij het systeem ook de informatie te halen om dat vast te stellen of uit te kunnen sluiten. Zodat wij ook de exacte terugkoppeling aan Rijkswaterstaat kunnen geven over de gesteldheid van de tunnel. We hebben die strenge eisen waar wij aan moeten blijven voldoen. En dat is hoe meer we dat naar een planbare onderhoud kunnen krijgen, hoe meer grip we hebben op de zaak. Sinds wij de monitoringbox kunnen gebruiken, hebben wij veel sneller informatie over het systeem. Als wij gebeld zijn voor een storing, kunnen wij veel sneller in het systeem kijken wat er aan de hand is. En zo inschatten of dat er direct actie nodig is, of dat wij de service kunnen uitstellen en inplannen op een geschikt moment. Product wat hier gezien de omstandigheden prima functioneert. Het krijgt nogal wat voor de kiezer qua vocht, temperatuur, vervuiling. Wat hij moet meten, maar wat toch ook wel in deze landtunnel aanwezig is door het vele verkeer. Met het team zijn wij nu in staat om van de data die nu aanwezig is een vertaalslag te maken naar een voorspelling. En die voorspelling gaat ons enorm veel helpen bij het plannen van meerjarig onderhoud. En hoe meer wij dat gericht kunnen afwegen ten opzichte van de prestatie die wij verwachten, hoe beter wij in controle zijn met die installatie en het onderhoud. De monitoringbox is voor ons simpel een website. Ik kan hem makkelijk openen. Ik heb in één oogopslag zicht op de conditie van de gehele installatie. Ik heb heel snel zicht op de componenten die verstoringen in zich hebben. Daarmee heb ik heel snel ook eventueel een service request gegenereerd van een collega die ter plekke de controle kan uitvoeren. We zijn heel snel geïnformeerd op die manier. Het mooie is dat het dus gewoon echt een product is die wat zegt over de conditie van de tunnel. Ja, dus wij kunnen aan de hand van de vervuiling zien ook wat de vervuiling in de tunnel is. Dat maakt het een integraal component binnen het geheel. Het laatste jaar is XWAS getransformeerd van een reactieve organisatie naar een proactieve organisatie. We kunnen veel beter vooruitkijken. De werkzaamheden die van ons verwacht worden, die ook al komen die ad hoc, kunnen we veel makkelijker inplannen en daar ook het werk op afstemmen.